guys, nieuwe techniek. De lussen over de balk. We hebben hem laag en we hebben hem hoog. Zorg dat je, voordat je deze techniek probeert, eerst de voetklem, oftewel de schippenslag en de swing over onder de knie hebt. Check it out. Okay, je begint met een swing over de eerste balk, hè? Stapje in de lus, tweede voet vooruit. Pak je de balk vast en zet je gelijk een voetklem. In het beste touw, dus in het volgende touw. Wij vinden het fijn om de knoop te zetten in het tweede touw, dan zit je jezelf minder in de weg. Druk je uit vanuit je benen. Tweede voet zet je voorin, naar de balk. Hoge voetklem en eroverheen. Dus hier is hij dichtbij. Eén keer stappen. Voetklem. Overeen. Eén keer stappen. Dat is hem. Normaal zet ik een voetklem met mijn linkerbeen omhoog. Dan zorg ik dat ik met mijn rechterbeen voor sta. Als ik een beetje verzuurd ben, kan ik dan heel makkelijk, door mijn linkerbeen voorlangs te halen, heel snel een voetklem zetten. Dan hoef ik eigenlijk amper te hangen, kan ik vervolgens over de balk even rusten, volgende voetklem zetten en hier weer een beetje uitrusten. Dus vervolgens weer rechts voor naar de balk, voetklem, uitdrukken, uitrusten. Natuurlijk bij de swing over zou je er ook nog een been op kunnen laten liggen. Vervolgens weer gaan staan. Oké, bij de hoge lussen is het eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de lage. Alleen het verschil is dat je nu niet bij de bal kunt. Dus je zult eerst het touw moeten pakken en een voetklem zetten. Zodra ik boven ben, zorg ik dat ik naar beneden kom met de koprol. En ik pak eigenlijk de lussen als liaan. In sommige hindernissen hangen de touwen veel verder uit elkaar, waardoor je de touw op de ene manier ook kunt binnenhalen. Je haalt het binnen, je kunt er vervolgens bij en je zet je klem in een andere touw. Als ik hier boven hang, wil ik eigenlijk in de voetklem een klein schokje geven aan het touw, waardoor het touw mijn kant op komt, iets makkelijker te pakken. Ja. Als je een touw hebt, kun je ervoor kiezen om op korte armen door te gaan en een klem te zetten in het touw. Of je gaat met lange armen hangen en je zet dan een klem zo hoog mogelijk in. Alright, dat was hem. Klim jij hem ook op deze manier? Laat het even weten in de reacties. En vond je dit een tof filmpje? Zorg dan dat je hem even liked en dat je abonneert als je dat nog niet gedaan hebt. Laat ook weten welke techniek je nog meer wil zien. En wij zien jullie in het volgende filmpje. Ciao!